Ja, Brabant, we zitten hier op een van de meest vet, cool shit, dope plekken van heel Nederland en van Europa. 2500 vierkante meter, volkomen pret. Pret, waar zijn we? Area 51, zeg ik je. Eindhoven, strijp S. Check dit uit. Hell yeah! Ik zeg, wij gaan de perfecte burger koken. Deze fuckers. Hey gasten, wat gaan we doen? Gaan we lekker een burger bakken? Ja. Helemaal goed, gast. Nou. Hey, en wat eten jullie dan als jullie hier in de Area 51 zitten? Noedels. Noedels? Ja. Helemaal goed. Nou, wij gaan vandaag hier een paar runderburgers maken. En wat hebben we nodig? Runder gehakt met een beetje trompette de la muerte. Dat zijn paddenstoelen. En een beetje knoflook, een beetje Spaanse peper. Een beetje liefde, een beetje peterselie. Zout, peper en natuurlijk de nodige Spaanse pepertjes. Die doen we uitbakken zo. Hey jongens, komen jullie hier iedere dag? Ja. Echt? Ja. Laatst zag ik een skater in Rotterdam. En die had zo'n loopje, dus die hield zo zijn ding vast, alsof die moest plassen. En die liep zo over straat en zo. Ze lopen zo, hè? Hey, de burgers liggen in het vet. Ik zou zeggen, let me see what you got, man. Die gasten vliegen. Hoezo moeten onze kinderen meer bewegen? Dat ding is hoog, hè? Hell yeah, what a fucker! Kikken! Zo, lekkere uitjes erbij. Hoppa! Kip je olijfolie. Hartstikke idee. Beetje adrenaline. Ah, lekker! Een lekkere slappe broodje. Een echte overheerlijke slappe broodje die iedere dag hier in Nederlandse thuizen aan bejaarden wordt gegeven. Zo, een lekkere uitje erbij. Zo, stukjes tomaatje erbij. Zo, atjekidee. Hup, 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 hup. Zo, een klein beetje mayonaise. Hoppa. Hell yeah, man. Nee, wil je geen burger? Ik lust geen tomaat. Hij lust geen tomaat. Dan meen je niet. Ik lust geen tomaat en geen ui. Goed, ja, lekker, hè? Hell yeah, man. Nog beter als SpongeBob. Alsjeblieft, man. Ja, helemaal goed, man. Wauw. Hey, Rob. Ja. Ik hoorde van die kid dat de skatebaan weer weg moet. Hier. Ja. Dit was al een tijdelijke situatie. Wat gaat er eigenlijk precies gebeuren? Vertel. Nou, wat er precies gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is ook heel veel onduidelijk. Wij zijn wel bezig met verschillende locaties om te bekijken van kom, waar kunnen wij naartoe. Ja. Alleen ja, zoals je ziet, het is vrij groot. Ja. En er is niet zomaar een loods voor te vinden. Ja, het is natuurlijk wel uniek wat wij doen hier. Ja, voor de kids. Zeker. Ja. En we doen het ook samen met de kids. Dus het is niet dat wij hier staan en zeggen wij bepalen wel even wat er gebeurt. De kids hebben natuurlijk ook inspraak op wat wij doen. Ja. Dus vandaar politiek mag zich er wel mee gaan bemoeien. Woningcorporaties, want die bepalen waar je terecht kunt in principe. Ik zeg, ga bouwen, help die gasten. Check one, check two, one, my check. Hell yeah!